Big. Dit zijn de buizen die straks de grond in gaan. En door deze buizen komt straks het warme water omhoog. En dat brengen we naar de tuinbouwkassen om daarmee te zorgen dat we geen aardgas meer nodig hebben. Voor ons is dat het groene ei van Columbus. Dit zijn de komkommers, geteeld door gebroeders Vaal op aardwarmte. En die aardwarmte winnen ze zelf in de Koekoekspolder. Deze week is de tweede put voor geothermie geboord. De telers willen van het gas af en zoeken een duurzamer en goedkoper alternatief. Dit zijn de buizen die straks de grond in gaan. En door deze buizen komt straks het warme water omhoog van bijna 2 kilometer, 75 graden warm water. En dat brengen we naar de tuinbouwkassen om daarmee te zorgen dat we geen aardgas meer nodig hebben. Maar dat doen we met aardwarmte. En dan hebben we Gazprom en de Russische leveranciers niet meer nodig. We hebben de eerste boring in 2011 gedaan. Sindsdien leveren we ongeveer een hoeveelheid warmte gelijk aan 5 miljoen kuub gas. 5 miljoen kuub gas is ongeveer wat 3000 huishoudens per jaar gebruiken. Dat leveren we aan de tuinbouwbedrijven als aardwarmte. En die hebben dus die 5 miljoen kuub gas niet meer nodig. Is dit een volwaardig alternatief voor aardgas? Nou, zeker voor de tuinbouw, maar ook voor bij mensen thuis zou dit een heel goed alternatief kunnen zijn. Hier hebben we wel een warmtenet die de warmte van onze bronnen naar de tuinbouwbedrijven brengt. Ik heb hier 3 kilometer warmtenet in het Koekoekspolder liggen. Als ik naar IJsselmuiden zou willen, dan moet ik natuurlijk een heel warmtenet naar ieder huis in IJsselmuiden aanleggen. Maar technisch kan dat. En eigenlijk vroeger hebben we dat ook gedaan met het gasnet. Dat was er eerst ook niet. En dat hebben we ook overal aangelegd. Dat duurt wel lang, maar het kan. Big. Natuurlijk in de zomer hebben we de zonnewarmte in de kas. En dan wordt het vanuit de zon warm. Maar 's ochtends vroeg of 's nachts is het natuurlijk koud buiten. En dan moeten wij nog extra bijverwarmen. Wat we voorheen met gas deden, doen we dan nu met aardwarmte. Voor 80%. Dus dat is een hele omschakeling die je hebt gemaakt? De rest van de warmte die we nu nog missen. En met gas moeten invullen, daar gaan we nu een extra put voor boren. En die hopelijk in september in productie komt. Ja, en jullie willen ook die verduurzaamheidsslag maken. Dus het is een investering ook voor een groenere toekomst. Wij zijn een echt familiebedrijf. En daarin zien wij ook, we denken meer voor de generatie na ons. Als direct voor onze eigen generatie. Dus dat voor de lange termijn van het bedrijf en het behoud. Zien wij een toekomst met een alternatieve vorm van warmte. En aardwarmte is, nou ja, het groene ei van Columbus voor jullie? Voor ons is dat het groene ei van Columbus. Uiteraard zijn er ook andere vormen van warmte en niet in elk gebied in Nederland is aardwarmte mogelijk. Maar bij ons was dat gelukkig wel het geval. En ja, voor ons is dat eigenlijk het alternatief ten opzichte van gas. Warmte via water diep uit onze grond halen roept ook vragen op. Kan het veilig? Ja, het is veilig omdat het eigenlijk heel anders is dan gaswinning. Hier pompen we water op, dat koelen we af, maar datzelfde water brengen we ook gelijk weer terug. Dus daarmee hou je de, met een moeilijk woord, de massabalans en de druk in de ondergrond helemaal hetzelfde. Heb je kans op lekkage als je dit toepast? Je kunt nooit naar een nul risico. Wat wij hebben gedaan hier is dat deze nieuwe put, die wordt dubbelwandig. Dat is eigenlijk, zeg maar, met een fiets heb je een buitenband en een binnenband. En dat maakt het wel veel veiliger en is het risico op lekkage bijna nul. Omdat je ook in die tussenruimte tussen die twee binnenwand en buitenwand kunt monitoren of daar een lekkage optreedt. Dus je kunt veel sneller ingrijpen en als je een lekkage hebt, weet je direct en kun je die binnenband, die binnenbuis vervangen. Je bent bijna nog groener dan je komkommer, Kees. Ja, daarom is een komkommer mooi groen en zijn wij. Onze komkommer is groener dan groen, zeggen we dan.